Welkom allemaal bij dit welkom thuis bij deze eerste aflevering van deze seminarreeks over brede welvaart in beleid. En deze reeks is georganiseerd door de drie planbureaus samen. En de eerste aflevering gaat over regionaal beleid en mobiliteit. Mijn naam is Femke Verwest. Ik ben sectorhoofd van de afdeling Verstedelijking en Mobiliteit en werk bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ik zal vandaag uw voorzitter zijn en u door het programma heen geleiden. En fijn dat u met zoveel aanwezig bent vandaag. We zien de teller nog steeds opstijgen. Dus dat is mooi. En het zijn er enkele honderden, zoals jullie kunnen zien. Ik heb mij laten vertellen dat het een vrij gemêleerd gezelschap is. Jullie zijn werkzaam bij overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties op verschillende beleidsdossiers. Het grote aantal waarmee u vandaag bent en de diversiteit daarvan laat de brede belangstelling voor en de relevantie van dit onderwerp goed zien. Kortom, het onderwerp leeft. Een bijzonder welkom aan onze gasten, die ik samen met u nu en het programma tegelijkertijd zal voorstellen. Allereerst professor Hans Momaans, onze directeur van het Planbureau voor de Leefomgeving en part-time hoogleraar Regional Sustainability Governance bij de Tilburg Universiteit. Hij zal straks een toelichting geven op de seminarreeks Brede Welvaart en Beleid. Een initiatief, zoals ik al zei, van de gezamenlijke planbureaus. Ook zal hij het onderwerp Brede Welvaart, het belang ervan voor beleid, en het onderwerp van vandaag Regionaal Beleid en Mobiliteit introduceren. Ook welkom aan dokter Annette Weterings. Zij is eveneens werkzaam bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Ze is senior onderzoeker regionale economie en projectleider van het driejarige onderzoeksprogramma Regio Deals voor Brede Welvaart. En dit project voeren wij momenteel uit op verzoek van LNV en zal volgend jaar maart worden afgerond. Zij zal in haar presentatie nader ingaan op de voornaamste inzichten uit dit onderzoeksprogramma en aangeven waarop te letten bij het bevorderen van brede welvaart in de regio. Daarna zal dokter Danielle Snelle het stokje van haar overnemen. Zij is plaatsvervangend sectorhoofd, verstedelijking en mobiliteit, en senior onderzoeker mobiliteit, ruimtelijke ordening en verstedelijking. Zij is hoofdauteur van het recent verschenen publicatie Brede Welvaart en Mobiliteit. Zij zal de conclusies uit dit rapport presenteren. En tot slot professor dr. Joks Jansen. Hij zal een reflectie geven op de bijdrage van Annette en Danielle. Hij is werkzaam als senior adviseur onderzoeker bij PON en TELOS. En daarnaast is hij professor of practice, sorry, ik moest even kijken hoe het goed aan te kondigen. En is verbonden aan de Tilburg Universiteit. En daarnaast is hij ook werkzaam bij een academische werkplaats Brede Welvaart in de regio. Welkom Joks, fijn dat je in ons midden bent vandaag. Daarna is de vloer open voor vragen en discussiepunten vanuit de virtuele zaal. Want we zitten vandaag allemaal virtueel thuis, zoals u kunt zien. Het programma zal duren tot 13:30. En voordat we van start gaan, wil ik graag nog een aantal huishoudelijke mededelingen. En de eerste, die hoort u al, is het verzoek om het geluid uit te zetten. We hebben, als het goed is, het geluid bij iedereen uitgezet. En we willen dit graag zo houden. Zoals u kunt zien, zijn we met vele mensen en deelnemers. En om iedereen verstaanbaar te om het verstaanbaar te laten zijn voor iedereen, is dat zeer welkom. Als u vragen heeft, kunt u die in de chat kwijt. Wij zullen de vragen door onze collega's Jeroen Bastiaanse, Emiel Evenhuis en Laura Westendorp worden beantwoord. Maar na afloop van elke presentatie is er ook 5 minuten gereserveerd voor vragen uit de zaal. Deze vragen kunt u eveneens in de chat kwijt, zodat ik deze aan de sprekers kan voorleggen. Vraag het verzoek om bij de vraag uw naam en organisatie te vermelden en voor wie de vraag is. En verder wil ik erop wijzen dat de bijeenkomst wordt opgenomen en geüpload zal worden op YouTube. De link hiervoor zullen we na afloop per mail aan u toesturen, zodat wanneer u daar behoefte aan heeft, u op uw gemak nog eens dit seminar kan terugkijken en ook het aan collega's kan doorsturen. Nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen. Nu over op het daadwerkelijk inhoudelijke programma waar we allemaal op staan te popelen. Ik wens jullie een inspirerende bijeenkomst toe
en geef nu graag het woord aan Hans Moraes. Dankjewel, Femke. Ben ik verstaanbaar? Ja, prima. Dan kan ik rustig doorgaan. Welkom iedereen bij het eerste webinar. Wat hopelijk gaat uitgroeien tot een serie van webinars. Of dadelijk misschien ook wel seminars. Die wij als drie planbureaus afwisselend zullen gaan organiseren. Onder het paraplu-thema van brede welvaart. We lopen langzamerhand richting de 400 deelnemers. Dus dat geeft al aan dat het thema leeft. En de reden daarvoor is duidelijk. Brede welvaart vindt als begrip en perspectief steeds meer ingang bij het maken van beleid. En de inzet daarbij is vooral om een bredere afweging te kunnen gaan maken, voorbij een al te smalle focus op bijvoorbeeld het bruto binnenlands product of op een ander willekeurig deelaspect van beleid. Je wilt bereiken dat de noodzakelijke brede afweging in beeld komt, zodat er goed geïnformeerde politieke keuzes kunnen worden gemaakt. Uiteindelijk is de uitdaging natuurlijk om zo de welvaart in brede zin te doen toenemen. Dus welvaart begrepen als al datgene wat mensen van belang vinden. Dat brede welvaart in toenemende mate ingang vindt in het beleid zien we ook terug in Den Haag. Even een korte schets van de ontwikkelingen hier. In 2016 levert de Commissie Brede Welvaart, de Commissie Grashof, uit de Tweede Kamer, haar rapport af met een pleidooi om brede welvaart centraal te stellen in de verantwoording en vormgeving van beleid. Deels als reactie daarop publiceert het CBS sinds een aantal jaren de Monitor Brede Welvaart. Die publiceert ze rondom Verantwoordingsdag, ten dienste van de Tweede Kamer. Die Monitor Brede Welvaart volgt in grote lijnen de kapitale benadering van Brundtland en maakt onderscheid naar hier en nu, hier en elders en nu en later. In 2019, op verzoek alweer van de Tweede Kamer, treden het Sociaal Cultureel Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving toe als adviseur tot de studiegroep Begrotingsruimte. De studiegroep Begrotingsruimte is de club van hoge ambtenaren die bij de aantreden van een nieuw kabinet, de onderhandelingen die dat kabinet gaat voeren over een akkoord, voorziet van informatie over de nieuwe begrotingsruimte. De Tweede Kamer verzocht dat SCP en PBL ook zouden toetreden tot die studiegroep Begrotingsruimte, om zo niet alleen de focus te hebben op de economische randvoorwaarden, maar ook op de ecologische en sociaal-culturele uitdagingen. In het rapport van de studiegroep is aandacht gevraagd voor brede welvaart als onderlegger voor integrale begrotingsbeslissingen. De drie planbureaus hebben samen eerder dit jaar in een brief aan de Tweede Kamer toegezegd de komende jaren werk te maken van brede welvaart. Daarvoor hebben de planbureaus ook ruimte ingebouwd in hun eigen werkprogramma. Komend voorjaar willen we met een eerste aanzet komen. Ondertussen is in het programma van de regio-deals van LNV en BZK brede welvaart toegepast als onderliggend perspectief voor beleidsbepaling en evaluatie. PBL is daar actief bij betrokken. En er is vraag naar de toepassing van het perspectief van brede welvaart op beleidsonderdelen, zoals de mobiliteit. Van die twee vormen van betrokkenheid doen we in dit seminar verslag. We gaan het daar uitgebreid zo meteen aan de hand van presentaties over hebben. De situatie is nu dat we op nationaal niveau een meer terugkijkende, wat beleidsarmere benadering hebben vanuit de systematiek van het CBS. En we hebben zo meteen een meer actieve strategische benadering vanuit opdrachten of opgaves geformuleerd vanuit de planbureaus. En de uitdaging is nu om die beleidsarme terugkijkende benadering van het CBS aan de ene kant en die meer vooruitkijkende beleidsrijke benadering vanuit de planbureaus aan de andere kant, om die op een slimme manier met elkaar te gaan verbinden. Dus we moeten een meer overkoepelende, terugkijkende beleidsarme benadering, gebaseerd op een brede set van indicatoren,
verbinden met een opgavegerichte, beleidsrijke benadering, gebaseerd op een politieke keuze van strategische doelen, geïnformeerd door onderzoek over wat werkt om die doelen te bereiken en wat niet. Dit vraagt dus om het samenkomen van een top-down en bottom-up benadering. En het vraagt om het samenkomen ook van verschillende methoden om de informatie, de relevante informatie daarover in beeld te krijgen. Daar staan we de komende jaren voor. En dat zal een activiteit zijn die nog wat jaren in beslag gaat nemen, want eenvoudig is het niet. En we zullen ons ook ervoor moeten waken dat we niet zelf verdrinken in de complexiteit. Als we die systematiek zo met elkaar goed ontwikkelen, dan kan die tegelijkertijd ook gebruikt worden om relaties te leggen tussen dossiers en relaties te leggen tussen het nationale beleid aan de ene kant en het regionale beleid aan de andere kant. Ook die zoektocht zullen we in het onderzoeksprogramma moeten gaan meenemen. Vandaag zetten we een eerste stap in wat ongetwijfeld een serie van interessante webinars gaat worden in de verbinding, in de zoektocht naar een actieve inzet van brede welvaart voor beleidsontwikkeling. Ik wens onszelf veel plezier met dit en volgende seminars. Terug naar jou, Femke. Dankjewel Hans voor deze introductie. En ik zou zeggen, laten we van start gaan met deze eerste stap. Ik kan niet wachten, dus Annette, aan jou het woord om ons je presentatie te geven over het bevorderen van brede welvaart in de regio. Breed beschouwen en keuzes maken is dat niet zo? Dus het woord aan jou, Annette. Ja, dankjewel Femke. Ik hoor wat geluid op de achtergrond, dus ik vraag wie alle microfoons uit kunnen. Wat ik ga toelichten is inderdaad wat Femke in het begin al aangaf. Een onderzoeksprogramma, een 3 jaar lopend onderzoeksprogramma, waarin wij hebben gekeken naar de regio-deals, onder andere naar de regio-deals. Eigenlijk zitten er 2 lijnen in dat onderzoeksprogramma. Aan de ene kant algemeen onderzoek, waarin we gekeken hebben naar brede welvaart, waarom je de regio centraal zou zetten bij een focus op brede welvaart en hoe je het kan bevorderen via beleid. En de 2e onderzoekslijn is dat we ook gekeken hebben daarbij naar de ervaringen die opgedaan zijn in de praktijk van het regio-dealbeleid. Wat eigenlijk het eerste beleid is waarin brede welvaart in de regio expliciet centraal is gezet. En ik wil even van de mogelijkheid gebruik maken ook om alle beleidsmakers die hun inzichten met ons hebben willen delen hierbij te bedanken. Dit is de presentatie die ik zal geven, focust op onze voornaamste inzichten ten aanzien van het bevorderen van brede welvaart in de regio. Maar we hebben nog veel meer publicaties uitgebracht en die zijn allemaal te vinden via de link die onderaan deze pagina zichtbaar is. Zoals Hans net eigenlijk al duidelijk schetste, is de aandacht voor brede welvaart sterk toegenomen in de afgelopen jaren en nog steeds toenemend. Eigenlijk wordt door verschillende partijen duidelijk gemaakt dat brede welvaart wordt gezien als een richtinggevend concept bij het nadenken over de toekomst van Nederland. Tegelijkertijd zie je wel dat wil dat concept echt houvast bieden, dan het dan belangrijk is dat we ook nadenken eigenlijk over wat betekent het en hoe ga je ermee om in beleid. Zodat het ook echt houvast biedt om te komen tot een andere manier van beleid. En ons onderzoeksprogramma heeft een aantal inzichten opgeleverd die voor toekomstig beleid relevant zijn om daarin mee te nemen. En die ik nu één voor één zal toelichten. Eerste inzicht is dat het breed in brede welvaart niet betekent dat het een beleid is wat zich richt op alles tegelijkertijd aanpakken. De 3 planbureaus hebben brede welvaart gedefinieerd als alles wat mensen van waarde vinden. En wij hebben dat in ons onderzoek naar het regionaal ontwikkelingsbeleid vertaald eigenlijk naar bevorderen van die factoren die van invloed zijn op het welzijn van de inwoners van de regio in brede zin. Dus ik bedoel expliciet met welzijn het eigenlijk in dezelfde manier als in het Engels well-being. Dus niet alleen in economisch opzicht, maar ook in fysiek en sociaal opzicht. Nou, dat betekent voor een beleid dat brede welvaart in de regio wil bevorderen, dat het startpunt is de vraag hoe gaat het eigenlijk? Hoe is het gesteld met het welzijn op al die vlakken van onze inwoners in de regio? En het is daarbij belangrijk om dat breed te beschouwen en niet bijvoorbeeld een sectorale focus te hebben in die beschouwing. Om te voorkomen dat je een te eenzijdige blik hebt en bepaalde problemen
ten aanzien van het welzijn, die ook van invloed zijn op het welzijn van de inwoners over het hoofd worden gezien. Maar de tweede stap is wel dat dit gevolgd wordt door ook keuzes over waar eigenlijk beleid noodzakelijk is. Net als bij elk ander beleid is ook bij een brede welvaartsbeleid het van belang dat dit soort keuzes gemaakt worden. Omdat die van invloed zijn op... omdat het anders kan leiden tot problemen in de uitvoering. Als alles in samenhang bijvoorbeeld, allerlei afhankelijkheden binnen de aanpak worden geïdentificeerd. Maar het kan ook leiden eigenlijk tot een verwatering van de beschikbare middelen. Omdat dat verspreid wordt over heel veel verschillende beleidsaspecten. En bovendien zijn dit soort keuzes in een brede welvaartsbeleid ook onvermijdelijk. Het vraagt echt expliciet om een integrale afweging. En dat zal ik in de volgende stap nader toelichten. Voor dat doe ik eerst even belangrijk om op te merken dat het van belang is om scherp te krijgen eerst wat de gewenste situatie is. Je kan eigenlijk alleen maar keuzes maken in waar het beleid zich op richt als eerst helder is hoe de brede welvaart in de regio zou moeten zijn. Als je weet hoe de brede welvaart zou moeten zijn, dus wat er vooral van belang wordt geacht voor het welzijn van de inwoners in de regio en op welk niveau dat bijvoorbeeld zou moeten zijn, kan je pas bepalen of er ook sprake is van achterstanden. Dan kan je eigenlijk pas zien of de huidige situatie daarvan afwijkt en dus waar er mogelijk noodzaak is tot beleid. Dus bijvoorbeeld een achterstand op een bepaald aspect wat niet als van belang wordt geacht eigenlijk voor het welzijn van de inwoners, is dan ook geen probleem waar overheidsingrijpen noodzakelijk is. Het komen tot zo'n beeld van hoe de situatie zou moeten zijn vraagt wel expliciet meer dan alleen het monitoren van brede welvaart. En je ziet dat in de huidige discussie over brede welvaart, zowel op wetenschappelijk vlak als in beleid, heel veel aandacht is voor hoe meten we brede welvaart, hoe krijgen we daar grip op. Maar dat gaat expliciet natuurlijk over, en je kunt meten hoe het nu is, maar je kunt niet meten hoe de brede welvaart zou moeten zijn. En hoe het zou moeten zijn vraagt dus expliciet om reflectie en standpuntbepaling door bestuurders. Dat is echt een politieke... Keuzes zijn dus eigenlijk noodzakelijk. En zoals ik net al aankondigde, die politieke keuzes zijn eigenlijk ook onvermijdelijk. En de reden daarvoor is dat brede welvaart uit allerlei verschillende aspecten bestaat. Maar dat meer brede welvaart op één vlak of op één aspect ook kan leiden tot minder brede welvaart op een ander vlak. Nou, om dit even te illustreren heb ik zal ik even een voorbeeld gebruiken wat momenteel heel actueel is, namelijk het aantrekken van datacentrums naar een aantal, het speelt eigenlijk in een aantal regio's in Nederland, de keuze daarvoor. Ik wil hierbij wel even benadrukken dat ik niet alle factoren die daarbij een rol spelen zal aflopen, maar me expliciet even focus op een paar aspecten, puur om te illustreren waar er spanning is in deze keuze. Nou, als we kijken naar het aantrekken van die datacentra, dan is de vraag eigenlijk bij een regionaal ontwikkelingsbeleid, van op wat voor manier draagt dat bij aan het welzijn eigenlijk van de inwoners in de regio. Nou, kijken we op economisch vlak, dan zijn er duidelijk voordelen van het aantrekken van zo'n bedrijf naar de regio. Het kan zorgen voor meer werkgelegenheid in de regio, waardoor de werkloosheid onder inwoners kan afnemen. En bovendien past zo'n bedrijf ook in type activiteiten wat in de toekomst veel behoefte aan is vanwege de digitalisering van de economie. En daarmee compensatie kan zijn bijvoorbeeld voor bepaalde economische activiteiten waar juist het aantal banen gaat afnemen. Maar zetten we daar tegenover hoe dit de brede welvaart van inwoners bevordert vanuit een ander aspect, namelijk vanuit een ecologisch aspect, dan krijg je een ander beeld. En daar zijn eigenlijk mogelijk negatieve effecten. Zo zal het voor het vraagt een groot gebouw wat een behoorlijke impact heeft op het landschap. Zeker in de gemeente waar dit speelt, die gekenmerkt wordt door een heel open landschap. En dat kan ook van invloed zijn op het welzijn van de inwoners. En een tweede factor is eigenlijk dat dit om hele energieintensieve bedrijven gaat. En dat als die bedrijven energie gaan gebruiken, op de wijze waarop het nu wordt opgewekt, namelijk toch nog hoofdzakelijk op fossiele brandstoffen, dat het aantrekken van zo'n bedrijf leidt tot meer uitstoot van broeikasgassen, nog bovenop de uitstoot die we nu al kennen in de huidige samenleving. Dus de vraag is, waar wordt prioriteit aangegeven? En gaat het eigenlijk, is voor het welzijn van de inwoners het vooral van belang dat in economisch opzicht goed met ze gaat? Of spelen ook de ecologische factoren een rol? Wat is de afweging die hier gemaakt wordt? Nou, dit zijn niet de enige afwegingen die spelen in een brede welvaartsbeleid. Daarnaast staat bij brede welvaart ook centraal dat er aandacht is voor de brede welvaart in het hier en nu, het later en het elders. Ook daar is er sprake of behoefte eigenlijk aan een prioritering en afweging. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat
je kijkt naar hoe de brede welvaart, of het bevorderen van de brede welvaart van de huidige inwoners in de regio, hoe dat samenhangt met het bevorderen van het welvaart in de toekomstige brede welvaart, eigenlijk voor in de toekomstige brede welvaart in de regio, dus voor de inwoners die er op dat moment wonen. En dat kunnen deels de huidige inwoners zijn in de toekomst, maar kunnen ook nieuwe inwoners of nieuwe generaties zijn. En een andere factor is het welzijn, de rekening ook houden met het welzijn van inwoners in andere regio's. En hierbij is het dus de vraag van waar wordt meer belang aangehecht. Dus in hoeverre mag het welzijn, het huidig welzijn, ten koste gaan bijvoorbeeld van het bevorderen van het toekomstig welzijn of dat van inwoners in andere regio's. Nou, ook dit wil ik even illustreren aan de hand van het voorbeeld van het aantrekken van het datacentrum. We geven eigenlijk hier, dit was waar ik net geëindigd was. Waarbij een belangrijk punt is dat dit energieintensieve activiteiten zijn en die leiden tot meer uitstoot van broeikasgassen. Nou, dit is typisch een factor die van invloed is op het toekomstig welzijn in de regio, omdat we allemaal weten dat meer uitstoot van broeikasgassen grote gevolgen kan hebben. Die gevolgen worden over het algemeen niet nu al gemerkt, maar dus met name op de langere termijn. Dat wordt ook overigens door de bedrijven die, waar het om gaat erkend. En die zeggen dus ook expliciet dat zij ervoor kiezen dat ze alleen energie willen gebruiken. Die wordt opgewekt op basis van hernieuwbare bronnen. Dus op die manier zou je kunnen zeggen, daar ondervangen we die negatieve effecten voor de toekomstige generaties mee. Maar dat is iets te kort door de bocht. Want het betekent wel dat we moeten zorgen voor nog meer eigenlijk bouwen van, of het beschikbaar stellen van nog meer hernieuwbare energiebronnen dan eigenlijk de huidige behoefte al is. Dus als we kijken naar wat de huidige maatschappij, bevolking en bedrijven nodig hebben, hoeveel energiebronnen en dan letterlijk dus hoeveel windmolens of zonneparken moeten we daarvoor aanleggen, dat als een bedrijf, als dit bedrijf wordt aangetrokken, er nog veel meer windmolens bijvoorbeeld gebouwd moeten worden. Wat uiteraard ook weer consequenties heeft voor de vraag of dat wel realistisch is. Dus of we wel in staat zijn om, het kost al moeite om aan de huidige energievoorziening te gaan voldoen op basis van hernieuwbare bronnen met alle discussies over waar moeten die windmolens en zonneparken komen. En die discussie, dat wordt dan eigenlijk nog moeilijker. Dus de vraag is of je het realiseren van het klimaatdoel met het aantrekken van zo'n bedrijf niet verder onder druk zet. En ook hier zit dus een contrast. En nogmaals, er zijn ook andere voor- en nadelen te bedenken. Maar in ieder geval zit er een contrast van afweging tussen de keuze voor meer banen in de regio op dit moment voor het huidig welzijn van de inwoners versus het realiseren van de klimaatdoelen gericht op het welzijn, behoud van welzijn in de toekomst. Het laatste inzicht wat ik wil delen is dat wij ook op basis van ons onderzoek tot conclusie komen dat het van belang is om te focussen op de regio bij het bevorderen van brede welvaart. Dat heeft eigenlijk twee redenen. Allereerst speelt het dagelijks leven van mensen zich grotendeels af op regionaal schaalniveau. Dus voor een belangrijk deel is het welzijn van mensen afhankelijk van wat de regio te bieden heeft. Om dat iets concreter te maken, bijvoorbeeld iedereen als je kijkt naar je eigen situatie en je hebt een bepaalde maximale afstand of reistijd eigenlijk die je bereid bent om te besteden om naar je werk te reizen of bijvoorbeeld om een supermarkt te bezoeken. En het verschilt tussen regio's hoeveel banen je kan bereiken binnen een uur reizen of hoeveel voorzieningen zoals musea of bijvoorbeeld ook zelfs de bibliotheek al beschikbaar zijn. En dat betekent eigenlijk dat die verschillen, die regionale verschillen eigenlijk in regionale kenmerken, van invloed kunnen zijn op of voor vergelijkbare personen de brede welvaart in Amsterdam anders is dan bijvoorbeeld in een landelijk gebied in het noorden van het land. Bovendien is ook de regionale context van invloed op wat er werkt bij het aanpakken van opgaven. En wat werkt in één regio hoeft niet automatisch ook in andere regio's te werken. Dus daarom komen wij tot de conclusie dat voor het bevorderen van brede welvaart van belang is ook om regio-specifiek beleid te voeren, zodat goed ingespeeld kan worden op die regionale verschillen. Ook daar speelt wel een afweging, want regio's zijn geen geïsoleerde eenheden. Dus wat er gebeurt in de ene regio is ook van invloed op de brede welvaart, of kan ook van invloed zijn op de brede welvaart buiten de regio. En vanuit een brede welvaartsperspectief wordt expliciet aandacht gevraagd voor het meewegen van die consequenties. Kom ik weer even terug bij het voorbeeld van het aantrekken van de datacentra. Als we daaraan toevoegen hoe de afweging hier en elders eruit ziet, dan betekent het dat we dus ook kijken naar hoe het bevorderen, het aantrekken van zo'n bedrijf van invloed kan zijn op andere regio's.
Nou, een mogelijke invloed kan zijn dat er dusdanig veel windmolens extra gebouwd moeten worden om zo'n bedrijf te voorzien van hernieuwbaar opgewekte energie. Dat deze niet allemaal binnen de regio waar het bedrijf wordt geplaatst kunnen worden gebouwd. En dat betekent dat er dus in andere regio's extra windmolens moeten worden gebouwd ten behoeve eigenlijk van het bevorderen van die brede welvaart in die regio. En dus voor de regio is het voordeel van het aantrekken van het bedrijf meer banen. Maar de consequentie daarvan kan wel zijn dat dit een impact heeft op het landschap in andere regio's en op die manier van negatieve invloed is op de brede welvaart van de mensen die daar wonen. Het oog hebben voor ook de effecten van buiten de regio betekent dus ook dat wat hoort bij een brede welvaartsbeleid op regionaal niveau is oog hebben voor bovenregionale afstemming. Dus eigenlijk keuzes maken in welke effecten, en met name natuurlijk negatieve bovenregionale effecten, vinden we eigenlijk aanvaardbaar van het bevorderen van de brede welvaart in de regio op die van andere regio's. En omdat het hier gaat om bovenregionale afstemming, ligt daar dus ook expliciet een rol voor het Rijk. En dat betekent dat het Rijk niet alleen een rol speelt bij bevorderen of aanpakken van opgaven in de regio zelf, omdat sommige van die opgaven ook inzet van het Rijk zullen vragen, omdat het gaat over bepaalde beleidsdossiers die nog steeds op het terrein van het Rijk liggen. Wat er daarnaast dus ook vanuit het Rijk een coördinerende rol is voor die bovenregionale afstemming. En dit vraagt dus ook van het Rijk bij het voeren van een dergelijk beleid keuzes over welke bovenregionale effecten vinden we wel en niet aanvaardbaar. En daar dus ook over na te denken en keuzes in te maken. Nou, samengevat stellen wij in ons onderzoek dat wij denken dat het brede welvaart centraal stellen in regionaal ontwikkelingsbeleid zeker een meerwaarde heeft ten opzichte van het sectoraal georganiseerd beleid. Ten eerste zorgt het voor een brede blik op hoe het gaat met de inwoners en ook het beschouwen eigenlijk van al die aspecten van brede welvaart in samenhang. Ten tweede creëert het ook bewustzijn voor het belang van het maken van keuzes tussen wat is van belang. Excuses, ik weet niet of dat voor iedereen in beeld kan. Ik moest even wat wegklikken. Dat het creëert bewustzijn voor keuzes in wat vooral van belang is voor het welzijn van inwoners. En omdat nu eenmaal niet alle aspecten gelijk opgaan. En ten koste van wat dit mag gaan. En zoals ik net eigenlijk heb toegelicht, vraagt dat dus expliciet om een integrale afweging, om prioritering en een integrale afweging tussen aspecten van brede welvaart, maar ook tussen de brede welvaart hier en nu, later en elders. En het maken van die afweging ligt zowel bij decentrale overheden als bij het Rijk. En hiermee eindig ik. Dank je wel, Annette, voor deze heldere toelichting. Tijdens jouw presentatie is er al druk gebruik gemaakt van de chat en zijn een aantal vragen gekomen. Ja, we zien ook virtueel applaus, heel terecht. En ik wilde een aantal van die vragen even aan je voorleggen. De eerste is binnengekomen van Anita van der Noord. En zij vroeg zich af, hoe verhouden de SDG's, de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, zich tot het concept brede welvaart? Daar zit een hele duidelijke link tussen. Ik weet ook dat de CBS die in de monitor brede welvaart ook duidelijk legt. Exact om die link te schetsen durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat ook daar eigenlijk speelt dat je op het moment dat je beleid gaat voeren, je niet kan volstaan met alleen zeggen dit vinden wij van belang. Maar dat je dus ook echt de keuzes gaat maken tussen de verschillende aspecten die dus van belang zijn. Oké, dankjewel. En dan hebben we nog een aantal andere vragen. Ik zal er een paar voorleggen. De eerste die was aan de hand van het datacenter. Heb je dat voorbeeld heel mooi toegelicht hoe je brede welvaart zou kunnen toepassen en welke meerwaarde dat zou kunnen hebben? Klinkt tegelijkertijd ook als uitdagend en complex. En zeker in tijden van deze tijden met prangende uitdagingen, hoge ambities, grote snelheid. Hoe zie jij dat en hoe zorg je dat het brede welvaartsperspectief in deze context dan overeind blijft? Ja, dat klopt. En het is ook zeker een uitdaging om het, zoals wij nu schetsen, om brede welvaart centraal te stellen. Tegelijkertijd denk ik dat het echt een kwestie is van al vanaf het moment van de beleidsvorming, dus in het begin van het beleid, heel bewust tijd te pakken om deze keuzes te maken en ook met elkaar dus duidelijk te maken welke en wat vooral van belang wordt gevonden. Anders levert dat toch problemen op eigenlijk later in de uitvoering van het beleid. Eigenlijk zijn het keuzes, nou ja, we hebben ook in ons rapport gezegd,
onvermijdelijke keuzes waar je voor staat. En juist hele belangrijke keuzes ook om bij stil te staan en dus met elkaar te doorlopen. Juist omdat als je dat niet doet, je eigenlijk het risico loopt dat je beleid gaat voeren wat juist elkaar tegenwerkt. Dus dat er op het ene vlak, bijvoorbeeld van de datacentra, gekozen wordt voor het wel aantrekken van zo'n bedrijf. En tegelijkertijd aan de andere kant ook gezegd wordt, de duurzaamheidsdoelen die we nastreven. En dat betekent wel dat je daar een extra uitdaging krijgt op het moment dat je dit soort type bedrijven aantrekt. En de vraag is of dat verstandig is. Dus het is juist een heel belangrijk concept, denk ik, gezien alle opgaven waar we voor staan. Ja. Oké, en dan heb ik nog een mooie vervolgvraag van Sietse Spoelstra van Nijzicht BV. Hij is een ontwerper. Hij of zij. En wat is de rol van verbeeldingskracht bij het toepassen van brede welvaart? Nou ja, ik kan mij heel goed voorstellen dat dat heel erg kan helpen bij dat komen tot die gewenste situatie. Het is natuurlijk niet zo heel makkelijk. Het is ook, en dat merken wij ook als we kijken naar de praktijk van de regio-deals. Er wordt dan nagedacht over de gewenste situatie, maar vaak toch in vrij abstracte termen. Dus we willen prettig wonen, inclusieve arbeidsmarkt. En dat zijn hele aansprekende concepten. En nou ja, daar is ook niemand op tegen. Maar ze zijn eigenlijk onvoldoende concreet. Om echt te zien van waar liggen dan nu bepaalde opgaven. Dus om dat nader te concretiseren en nou ja, ook werk van Danielle, de volgende spreker is daar bijvoorbeeld op gericht geweest, kan het heel nuttig zijn om met elkaar bepaalde toekomstbeelden te visualiseren. Dat echt, en op die manier dus de verbeelding ook te stimuleren en te zien van waar hechten we nu met name eigenlijk belang aan. Dankjewel. Dit is ook gelijk een mooi bruggetje, wat je al schetste. Dus dat bruggetje gaan we doen, zodat we aan het eind kunnen terugkomen en ruimte tijd hebben voor andere vragen. Dus blijf in de tussentijd van je vragen stellen allemaal in de chat. En dan wil ik jou bedanken en dan vragen of Danielle snelle haar presentatie kan aanzetten. En dan gaan we nu luisteren naar de presentatie over brede welvaart en mobiliteit. En gaat ze ons meenemen in de conclusies van dit rapport wat reeds verschenen is. Danielle, aan jou het woord. Danielle? Nu ben ik hoorbaar. Ja. Ja, nu wel. Ja, top. Dankjewel. Nou ja, zoals we in de voorgaande spreker net al gehoord hebben, in dat project is brede welvaart zeg maar toegepast op de regio, dus eigenlijk op een gebied. In een recente publicatie heeft het PBL het thema brede welvaart ook toegepast op een bepaald domein, namelijk het mobiliteitsdomein. En we hebben gekeken van, nou ja, wat zou dat nou betekenen? Verandert dat je kijkt op het mobiliteitsbeleid? Welke onderdelen doen we al en welke dingen zou je anders willen doen als je het brede welvaartsperspectief in dat mobiliteitsdomein gaat adopteren? En het is eigenlijk interessant, want als je in de tussentijd kijkt naar wat er gebeurt in dat mobiliteitsdebat, dan zie je dat daar eigenlijk een verschuiving aan het optreden is die eigenlijk best wel in de richting gaat van een aantal elementen die passen bij het brede welvaartsdebat. Ook zonder dat die term brede welvaart daar expliciet voor gebruikt wordt. Als je traditionele benadering in het mobiliteitsdomein is een benadering waarin het faciliteren van de vraag naar mobiliteit als kernopgave wordt gezien. En daarnaast is er een groeiende aandacht in de loop der jaren gekomen voor allerlei externe effecten die daarbij horen. In de jaren 70 stond de veiligheid bijvoorbeeld heel hoog op de agenda. Later kwam de milieuagenda daarbij en later nog de klimaatopgave. Maar als je dat even scherp formuleert, dan werden die externe effecten toch vooral gezien als een soort lastige randvoorwaarden. En intussen zie je dat er een verschuiving aan het optreden is in het denken. Hè, waarbij mobiliteit en bereikbaarheid veel breder wordt bekeken dan alleen maar reistijd en doorstroming. Waarin die klimaatopgave natuurlijk steeds prominenter is geworden. Er zijn ook een aantal nieuwe thema's die zich in dit debat mengen, namelijk gezondheid en vervoersarmoede. Thema's die voorheen eigenlijk relatief weinig aandacht kregen of zelfs geen. En ook zie je een debat ontstaan van dat faciliteren van die vraag naar mobiliteit. Ja, is dat nog wel realistisch om dat als ons kerndoel van beleid te blijven hanteren?
Je ziet dat in een aantal concrete voorbeelden al, zie je daar veranderingen optreden. Bijvoorbeeld in de nieuwe integrale mobiliteitsanalyse, de IMA, die veel breder is dan voorheen de NMCA, die echt een knelpuntenbenadering had. Hè, van waar zijn nou de fileknelpunten of de knelpunten op het OV-systeem? Je ziet het in de discussies die gaande zijn rond de nieuwe mobiliteitsvisie. En je ziet het ook in discussies die in de regio's gaande zijn over mobiliteit en bereikbaarheid. En als je dat concept van brede welvaart op mobiliteit gaat projecteren, dan constateer je dat mobiliteit eigenlijk een belangrijke bijdrage levert aan de brede welvaart van mensen. Gedefinieerd, zoals al eerder ook gezegd, als alles wat van waarde is voor mensen, dus wat van belang is voor hun welzijn. En dat werkt vooral via de bereikbaarheid van banen, voorzieningen, sociale contacten. En ook kan mobiliteit een positief effect hebben bijvoorbeeld op de gezondheid. Dat hangt wel een beetje af van de gekozen modaliteiten, maar daar zijn wel degelijk positieve effecten. Tegelijkertijd kan mobiliteit de brede welvaart ook verlagen door het veroorzaken van bijvoorbeeld verkeersonveiligheid, geluidsoverlast, milieuvervuiling of klimaatverandering. En we hebben die samenhang tussen mobiliteit en brede welvaart gevat in vier dimensies die ik langs zal lopen. En de eerste is bereikbaarheid. En dat is dus de mate waarin het mobiliteitssysteem en eigenlijk in samenhang met het ruimtelijk systeem mensen en goederen in staat stelt om bestemmingen te bereiken en dus om activiteiten te doen. Het is een middel, geen doel op zich dus. En ja, wat willen mensen dan bereiken? Ze willen hun werk bereiken, ze willen hun voorzieningen bereiken, hun sociale contacten. En dat bereiken heeft ook weer een doel, namelijk het voorzien in levensonderhoud, ontplooiing, mentaal welzijn. Dus er zitten allerlei aspecten eigenlijk achter dat willen bereiken. En hoewel hier de focus misschien lijkt te liggen op het vervoer van mensen of het verplaatsen van mensen, geldt eigenlijk voor goederen hetzelfde. Want goederen worden ook niet vervoerd als doel op zich en ook niet alleen uit economisch gewin, maar uiteindelijk toch om bij te dragen aan menselijke behoeften. En dat is waarom levensmiddelen de supermarkt moeten kunnen bereiken, brandstof, de tankstation en grondstoffen en halffabrikaten, de fabriek. En bereikbaarheid kan je dus op verschillende manieren. Is eigenlijk een heel breed scala aan onderwerpen. Maar je kan dat meetbaar maken ook op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in de zin van bereikbare banen. Hoeveel banen kan ik bereiken vanuit mijn wijk, buurt, locatie? Maar hoeveel voorzieningen kan ik bij een ziekenhuis komen? En het is daarbij heel belangrijk om onderscheid te maken naar bepaalde groepen of naar gebieden. Bijvoorbeeld naar mensen zonder toegang tot een auto en mensen met toegang tot een auto. En bereikbaarheid kan voor beide heel anders zijn. De tweede dimensie die wij onderscheiden is veiligheid. En die wordt primair geassocieerd in het mobiliteitsdomein met verkeersveiligheid, doden en gewonden. En daar gaat het eigenlijk helemaal niet zo goed mee op dit moment, dus het is een belangrijk onderwerp. En vooral het aantal gewonden neemt de laatste jaren best wel flink toe. En dat gaat gepaard met hoge maatschappelijke kosten. En uiteindelijk gaat het niet alleen maar om die kosten, dus die doden en gewonden, de medische kosten, de verloren arbeidsjaren, zoals dat in de analyses dan vaak zit, maar natuurlijk ook met het leed dat daarmee samengaat. En bovendien kan slechte verkeersveiligheid ook invloed hebben op bereikbaarheid, want als je de weg niet meer op durft, dan heeft dat wel degelijk effect op de bestemmingen die je kan bereiken. En zoiets geldt ook voor sociale veiligheid. Nou, verkeersonveiligheid kan je meten aan de hand van bijvoorbeeld aantallen doden of gewonden. En sociale veiligheid zou je bijvoorbeeld kunnen meten door mensen te vragen naar ervaren onbereikbaarheid en de mate waarin hun dat belemmert om mobiel te zijn. En ook hier geldt weer dat je eigenlijk onderscheid moet maken naar groepen en gebieden. Die effecten van mobiliteit op veiligheid die zijn niet evenredig verdeeld. Zo zijn ouderen en kinderen veel kwetsbaarder. En als je naar bijvoorbeeld sociale veiligheid kijkt, dan weet iedere vrouw wel dat ze plekken of tijdstippen of modaliteiten wel eens heeft vermeden vanuit sociale veiligheidsoogpunt. Dus het is echt zeg maar een veelomvattende dimensie. Gezondheid is de derde categorie die wij onderscheiden. Daar zitten meerdere aspecten aan. Het interessante bij gezondheid is dat als er aandacht voor is, dat het vooral gaat over fysieke gezondheid. Het beperken van schadelijke emissies bijvoorbeeld. En de effecten op mentale gezondheid zijn eigenlijk veel minder in beeld.
En sterker nog, zelfs als er aandacht is voor bijvoorbeeld stress als gevolg voor geluidsoverlast, dan wordt dat nog altijd vertaald naar vroegtijdig overlijden of stressgerelateerde ziektes. Dus die mentale component die krijgt sowieso nog weinig aandacht. Nou kan mobiliteit dus positieve effecten hebben op de gezondheid. Hè, lopen en fietsen zorgen voor lichaamsbeweging. En Nederlanders blijken bijvoorbeeld uit onderzoek, blijkt dat, relatief veel te bewegen, juist omdat wij de fiets in ons dagelijks activiteitenpatroon hebben verweven. Maar ook voor de mentale gezondheid zie je die positieve effecten. Er zelfstandig op uit kunnen gaan is belangrijk voor je mentale gezondheid, voor je autonomiteit. En ook wandelen is aantoonbaar goed, bijvoorbeeld in relatie tot depressies. Nou, gezondheid kan je ook weer meten op verschillende manieren. En het gaat uiteindelijk bij dat meten, en ik hoop dat dat al langzaam een beetje duidelijk wordt, op de effecten die mobiliteit heeft en niet op de mobiliteit zelf. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen kijken naar het voorkomen van luchtwegaandoeningen als gevolg van mobiliteit, als een van de indicatoren. En ook hier is het weer belangrijk om onderscheid te maken naar groepen, want een gemiddelde levensverwachting zegt niet zoveel, zeker niet als je weet dat er hele grote verschillen zijn tussen bepaalde groepen of gebieden. En dan hebben we tenslotte de dimensie leefomgeving. En die verwijst naar een brede set van eigenlijk vooral negatieve effecten van mobiliteit op natuur, klimaat, landschap en openbare ruimte. En die kunnen optreden als gevolg van uitstoot van schadelijke stoffen, trillingen, geluid. En ook dan gaat het weer niet om die uitstoot zelf, maar om de gevolgen daarvan. Bijvoorbeeld het frequenter voorkomen van extreem weer of de afname van biodiversiteit. En daarnaast zorgt ook barrièrewerking voor negatieve effecten, zowel voor mens als dier. En hebben verkeer en infrastructuur invloed op wat je kan doen met de ruimte en hoe je die ruimte kan gebruiken. Als je hier zou gaan meten, dan kan je bijvoorbeeld kijken naar maten die direct gerelateerd zijn aan ruimtegebruik. Bijvoorbeeld relatie tot buffers rond de infrastructuur of aan de bijdrage van mobiliteit aan de klimaatverandering. Ja, mobiliteit kan die welvaart dus verhogen, maar ook verlagen. En die verschillende dimensies die zijn gewoon soms inherent strijdig met elkaar. En er moeten dus keuzes worden gemaakt. En die afweging gebeurt vaker impliciet dan expliciet. En het gaat om een verdeling van baten en lasten. Nou is in het mobiliteitsdomein de kosten-batenanalyse dominant. En die wordt gehanteerd bij heel veel beleidsbeslissingen. En dat lijkt een neutrale aanpak, maar dat is het niet. Het lijkt neutraal, omdat je zegt, je brengt alle kosten en baten in beeld en dan tel je de plussen en de minnen bij elkaar op en dan krijg je een antwoord op de vraag van wat verstandig of het beste is. Maar deze methode reflecteert een bepaalde opvatting over wat rechtvaardig is. En dat is niet erg. In dit geval is dat het principe van de utilitarisme. Dat is op zich niet erg als je maar bewust bent dat het een bepaalde opvatting is. En je zou ook andere principes kunnen hanteren in je beleid. En daar ga ik nog even verder op in. Bij dat utilitarisme is het bijvoorbeeld belangrijk om je te realiseren dat die MKBA als instrument daarbij eigenlijk geen aandacht heeft voor verdelingseffecten. En ook een bepaalde manier hanteert om de prijs van kosten en baten in kaart te brengen, namelijk op basis van betalingsbereidheid. Waarbij je dus een hele specifieke keuze maakt over hoe je dingen weegt. En die keuzes hebben consequenties voor het type maatregelen of investeringen dat goed of slecht uit de analyse komt. En als je beleid zou maken vanuit andere principes, bijvoorbeeld uit het principe van gelijkheid, egalitarisme, of het principe van genoeg of voldoende, het sufficientarisme, dan krijg je dus ander beleid en andere keuzes. Bij gelijkheid zou het dan bijvoorbeeld gaan om gelijk vervoersaanbod in elke buurt, of het gelijk verdelen van baten en lasten. En bij het streven naar voldoende bereikbaarheid kan het dan gaan om het stellen van onder- of bovengrenzen. Bijvoorbeeld dat je de keuze om alle basisvoorzieningen voor iedereen binnen 15 minuten reistijd te willen aanbieden. Die andere ethische principes hebben ook zo hun voor- en nadelen. Maar in de basis staan ze wel dichter bij het brede welvaartsdenken dan het utilitarisme,
omdat ze beter aansluiten bij het denken van, in termen van welzijn van mensen en ook bij het denken van, in termen van verschillen tussen groepen. En dat is wel een belangrijke factor. Uiteindelijk brengt ons dit tot 7 consequenties voor beleid. Dus als je dat brede welvaartsperspectief projecteert op mobiliteit en mobiliteitsbeleid, dan komen wij tot 7 consequenties. En die eerste, die heeft te maken met het feit dat mobiliteit dus raakt aan zoveel verschillende aspecten. Gezondheid, levensonderhoud, ontplooiing, een leefbaar klimaat. Nou ja, je kunt er nog veel meer op noemen. Op dit moment krijgen die aspecten in wisselende mate aandacht in het beleid. Sommigen hebben prioriteit, bijvoorbeeld bereikbaarheid en met name het tegengaan van congestie en het faciliteren van mobiliteitsvraag. En anderen worden toch vooral als een randvoorwaarde beschouwd of een opgave bij ontwerp. Bijvoorbeeld veiligheid is echt een opgave bij het ontwerp van infrastructuur. Wat veelal nog buiten beeld blijft zijn gezondheidsaspecten en met name hoe mobiliteit invloed heeft op verschillende groepen in de samenleving. Ten tweede, mobiliteit is een middel. En in mobiliteitsbeleid vanuit brede welvaartsperspectief zou dus ook niet de mobiliteit zelf centraal moeten staan of het functioneren van het vervoerssysteem, maar hoe je met mobiliteit kan bijdragen aan het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld of een betere bereikbaarheid ook daadwerkelijk de toegang tot en de deelname aan werk verbetert. En dat is lang niet altijd het geval. Een recente analyse rondom de Hanselijn heeft bijvoorbeeld laten zien dat wel de bereikbaarheid verbetert, de OV-bereikbaarheid verbetert, maar dat het eigenlijk heel weinig effect heeft op de arbeidsmarkt en de kansen die mensen daar hebben. Ten derde gaat het bij brede welvaart dus niet alleen om het aanbod, maar ook om de mate waarin mensen dat aanbod ook daadwerkelijk kunnen omzetten in meer welvaart of meer welzijn. En dat betekent dat je dus naast het aanbod ook moet kijken naar het vermogen van mensen in economische zin, maar bijvoorbeeld ook juridisch of mentaal of fysiek, om dat aanbod daadwerkelijk te benutten. Kunnen mensen zonder auto bijvoorbeeld ook belangrijke bestemmingen bereiken? En hoe toegankelijk is bijvoorbeeld een autodeelsysteem voor mensen die niet zo heel handig zijn met digitale middelen? Door dat mobiliteitsvraagstuk breder te benaderen, met zo'n brede welvaartsperspectief, komt er ook meer ruimte voor een debat over wat is nou het belangrijkste probleem en waar kunnen we nou de beste oplossingen vinden? En dan kan blijken dat niet elk bereikbaarheidsprobleem gediend is met een mobiliteitsoplossing. Die kunnen ook liggen in het fiscale, in het sociale of in het ruimtelijke domein. Bijvoorbeeld door het betaalbaarder te maken. En misschien kom je ook al tot de conclusie dat niet elk bereikbaarheidsprobleem opgelost hoeft te worden. In een brede afweging kan ook de conclusie worden getrokken dat leefomgevingskwaliteit of veiligheid bijvoorbeeld belangrijker wordt gevonden dan meer bereikbaarheid. Als vijfde, zoals we al zeiden, niet alle behoeften die samenhangen met mobiliteit kunnen tegelijkertijd bediend worden. Niet alle aspecten, alle dimensies kunnen tegelijkertijd geoptimaliseerd worden. Het faciliteren van de vraag naar automobiliteit staat nou eenmaal op gespannen voet met aspecten als kwaliteit van openbare ruimte of schone lucht of verkeersveiligheid. En daarom is het heel belangrijk om in beleid dus expliciet te maken welke behoeften en belangen er zijn, welke spanningsvelden dat oplevert en hoe je die in beleid tegen elkaar wil opwegen. En dat is dus veel meer dan alleen maar zeggen we vinden zowel bereikbaarheid als gezondheid als leefomgevingskwaliteit en veiligheid belangrijk. Het gaat er juist om dat je die keuzes moet maken welke van die je gaat bevorderen. En zeggen dat alles belangrijk is, dat leidt in eerste instantie wel tot consensus, maar dat stelt eigenlijk de echte spanningen en conflicten alleen maar uit. Dan heb ik nog 2 punten te gaan. Er is altijd een verdelingsvraag. Dus het doet ertoe welk verdelingsprincipe je hanteert. Nou, op dit moment is in het mobiliteitsdomein dat utilitaristische principe dominant. Het maximaliseren van het nut voor de grootste groep mensen. Daar zitten wat spanningsvelden met het denkenkader van brede welvaart. En je zou ook andere principes kunnen hanteren. Zoals ik al heb aangegeven, het egalitarisme, het verkleinen van verschillen, of het sufficientarisme, namelijk het vaststellen van het werken met minimum of maximum niveaus. En die staan eigenlijk veel dichter bij het concept van brede welvaart,
omdat het veel dichter aanschuift tegen welzijn en denken over welzijn. En ook over het denken over verschillen tussen groepen. En tenslotte, de implicatie van dit alles is dat je de resultaten van beleid op een andere manier gaat meten. En dat je ook andere instrumenten nodig hebt om beleidsopties tegen elkaar af te wegen. Je hebt veel meer inzicht nodig in verschillen tussen groepen. In effecten op bepaalde aspecten die nu nog redelijk buiten het blikveld liggen. En je hebt ook instrumenten nodig die je helpen om die dingen tegen elkaar af te wegen. Bijvoorbeeld, en dan zou je kunnen denken aan het gebruik bijvoorbeeld van Gini-coëfficiënten, het gebruik van basisnormen, multicriteria-analyse. En als je dat allemaal op een rijtje zet, dan kom je ook tot de conclusie dat er waarschijnlijk ook wel aanpassingen nodig zijn in het modelinstrumentarium in dit beleidsveld. En dat is heel belangrijk in dit beleidsveld, dus ook daar ligt nog een opgave. En dan wil ik u danken voor uw aandacht. Dankjewel Danielle voor deze mooie toelichting. Wederom virtueel applaus, dus neem dat ter harte. En dan gaan we nu over tot een paar vragen die we hebben binnengekregen. De eerste is van Olaf van Leeuwen. Die vraagt zich af, op welke wijze zijn onze buurlanden bezig met het concept brede welvaart? Het is een hele goede vraag, maar daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Dus ik zou daar op dit moment ook niet echt iets over kunnen zeggen. Het is wel zo dat het thema van well-being, hè, zoals het in de internationale literatuur wordt gebruikt, ook in andere landen leeft. In hoeverre dat ook al daar op het domein van mobiliteit wordt toegepast, dat weet ik niet. Oké, dankjewel. Dan de volgende vraag die is binnengekomen van Frans-Jan de Waard en Ed Nijpels is, hoe voorkomen we grote vertragingen in beleid bij de toepassing van het brede welvaartsbegrip? Je hebt een aantal toegevoegde waarden van het brede welvaartsbegrip verteld, maar ook dus wat kritische kanttekeningen en uitdagingen. Kan je daarop reflecteren? Ja, ik denk dat het op zich een hele logische reflex is om te denken, oh, nou wordt het nog ingewikkelder. Waar ik denk dat er winst te behalen is dat je een deel van die complexiteit naar voren haalt. Want wat er nu gebeurt is dat er eigenlijk op een gegeven moment moeten die keuzes toch gemaakt worden. Alleen dat gebeurt dan impliciet of op een moment dat het eigenlijk heel onhandig is. Terwijl als je die keuzes naar voren haalt, ik weet niet of het dan per se meer tijd gaat kosten. Dus ik weet niet of het per se tot vertraging of grotere complexiteit leidt. Kijk, de aspecten die we benoemen, die spelen sowieso een rol. Ook als je net doet alsof ze er niet zijn. Dus. Ja, dankjewel. Eigenlijk ook een beetje wat Annette ook al vertelde op basis van de soortgelijke vraag inderdaad. Dus dan is er nog een prikkelende. Hoe voorkomen we dat een minister weer opnieuw alleen maar kijkt naar de doorstroming of snelwegen? Vraagt Henk Tromp zich af. Nou, dat is een hele goeie. Ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met hoe wij zeg maar in het vakdebat ons opstellen. Ook hoe wij vervolgens zeg maar de bronnen die de minister voeden. Dat was een beetje een dubbele, maar ik denk dat daar voor een belangrijk deel het in zit. En uiteindelijk gaat het wel om politieke keuzes. En ik hoop dat dat ook wel helder is uit de presentatie. Op het moment dat je die keuzes gaat maken, het is niet alsof de wetenschap jou gaat vertellen wat je moet doen. Zeker als je bijvoorbeeld zo'n ethisch principe zoals het sufficientarisme zou adopteren. Als je zou zeggen van we willen vooral streven naar genoeg. Dan heb je echt een politiek debat nodig over wat dan genoeg is. En ik denk dat daar dat het voeden van dat debat door de wereld van kennis, beleid en advies, dat een hele belangrijke factor is. Dankjewel Danielle. Dan stel ik voor het over te gaan tot de volgende spreker. Dankjewel voor je bijdrage en we komen zo weer bij je terug nadat we Jox aan het woord hebben gehad. Want Jox Jansen die gaat nu reflecteren op Annette en Danielle. Welkom Jox, ik ben het. En we zijn benieuwd
hoe jij tegen deze presentaties aankijkt. En we horen het graag van je. Joks, ben je daar? Ben je hoorbaar? Bij mij nog niet. Nee. Bij anderen ook niet. Dan wachten we nog even tot jij je geluid aan de praat krijgt. En dan gaan we in de tussentijd toch nog even verder met wat andere vragen die binnenkomen. Dus Joks, terwijl jij probeert het aan de praat te krijgen, gaan wij nog even verder. Geef een seintje als je er bent en als het lukt om je geluid aan te krijgen. Klaas-Jan Koops, Danielle, die is voor jou. Die vraagt zich af, stelt het PWL dat denken vanuit brede welvaart op gespannen voet staat met het gebruik van MKBA's binnen het beleid? Danielle, zou je die kunnen beantwoorden? Je geluid? Ja. Kijk, de MKBA biedt een bepaalde vorm van beslissinformatie. En die beslissinformatie is gebaseerd op het utilitaristische principe. Er is niks mis met het voeden van die informatie in het beleidsproces. Zolang je weet dat het daarop gebaseerd is en wat de beperkingen en de waarde van die informatie is. Als je vanuit brede welvaartsperspectief kijkt en je daarin constateert dat bijvoorbeeld verdelingseffecten heel belangrijk zijn, hè, en dat het belangrijk is dat je naar verschillende groepen mensen kijkt, ja, dan zit daar wel een inherente spanning, omdat strikt genomen in de nutsmaximalisatie van de MKBA verdelingseffecten geen rol spelen. Nou kan je uiteraard die verdelingseffecten naast de MKBA wel rapporteren, en dan voeg je dus eigenlijk nog meer informatie toe. Dat is hartstikke goed. Maar puur theoretisch gezien spelen ze in de utilitaristische benadering, spelen de verdelingseffecten geen rol. Dankjewel. In de tussentijd proberen we Joks te vangen te krijgen. Dus we gaan verder en met nog wat vragen. Dus als jullie nog vragen hebben, zet ze vooral in de chat. Ik vroeg me af, misschien Danielle, kan je reflecteren op wat Hans in de aanvang zei, dat je aan de ene kant de kennis hebt van terugkijken en systematische kennis, en aan de andere kant opgave verrichten, vooruitkijkende, beleidsrijke kennis. En hij riep eigenlijk op om die slim met elkaar te verbinden. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Ja, kijk, het meten van brede welvaart, hè, dus van wat is de stand van zaken, dat is één ding. En ik sluit me daarbij eigenlijk gewoon aan bij wat Annette daarover zei. Het meten aan zich zegt nog niet zo heel veel. Uiteindelijk is het de vraag van ja, maar waar wil je dan vervolgens naartoe? En wat is je oordeel over datgene wat je gemeten hebt? En van daaruit kun je verder werken richting beleidshandelen. En daar zit natuurlijk wel een verschil in de analyses en de studies die vooral zich richten op het meten. Die zitten in, in een soort proces, zeg maar, voordat je het probleem gaat definiëren. Dus je gaat in kaart brengen van ja, wat speelt er allemaal een rol? En dat is heel belangrijk, want hè, zoals Stiglitz in de beroemde literatuur over well-being ook zegt, it matters what you measure. Dus het maakt echt heel veel uit wat je meet. In die meetfase, maar uiteindelijk als je dat wil gaan vertalen naar beleid, dan zul je daar een oordeel over moeten gaan vormen en ja, dus ook deels een politiek debat over moeten voeren en vervolgens daarna tot handelen komen. Ja, oké. Jullie zullen begrijpen dat het even een beetje improviseren is, dus daar gaan we gewoon mee verder, totdat we hem te pakken krijgen. We hadden nog een andere vraag voor je. Als je een toekomst zou kunnen schetsen, hoe zou mobiliteit er dan gaan veranderen als er de komende tijd vooral vanuit brede welvaartsperspectief gekeken zou worden? Ik weet niet of mobiliteit meteen heel erg verandert. Ik denk dat mobiliteit voor bepaalde groepen wel zou veranderen. Ik denk wel dat er vooral dat mobiliteitsbeleid verandert. Als je kijkt naar die verschillende dimensies en hoe die op dit moment zeg maar aandacht krijgen in beleid, dan zijn er een aantal die duidelijk veel aandacht krijgen. Op dit moment bijvoorbeeld ook klimaat. Maar er zijn er ook een aantal die nog weinig aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld gezondheid en met name ook mentale gezondheid, maar
voor gezondheid in algemene zin. En dus als je in je beleid, zeg maar, daar meer aandacht aan gaat geven, dat betekent dus ook dat je uiteindelijk andere keuzes gaat maken. Daarbij zit ook nog het aspect van, ja, als je daarbij ook nog eens beter gaat kijken, ja, maar hoe zit het nou met bereikbaarheid, gezondheid, leefomgevingskwaliteit, veiligheid van verschillende groepen, ook dan denk ik dat daar wel duidelijk veranderingen in gaan optreden. En in die zin past deze hele discussie, zoals ik in het begin ook wel heel erg zei, heel goed bij, ja, ook wel het debat in het mobiliteit, in het werkveld zelf. Maar ja, alleen maar blijven concentreren op het faciliteren van die groei. En ik chargeer het nu een beetje, hè, want het is niet zo alsof iedereen in mobiliteitsbeleid daar alleen maar mee bezig is. Er zijn massa's mensen bezig met allerlei andere aspecten. Maar dat is wel, zeg maar, toch het dominante beleidsdoel. Ja, dat daar wel veranderingen in gaan optreden. En ja, door de veranderingen die je daarin ziet, ook wel uiteindelijk veranderingen in de mobiliteit. En dan hebben we nog een andere vraag binnengekregen. Want het feit dat de een zijn geluid niet aankrijgt, biedt kansen voor de virtuele zaal om extra de rol en ruimte te pakken. Dus doe dat ook vooral. De vraag is, wat betekent het toepassen van brede welvaart in beleid voor de rol van de beleidsmakers? Kijk, heel veel van deze dingen zijn, we doen nu net alsof brede welvaart een compleet nieuw concept is, maar heel veel van deze elementen die we hierin zien, zagen we ook hebben we in het verleden natuurlijk ook gezien. Er zijn relaties met de SDG's, er zijn relaties met het duurzaamheidsbeleid, People, Planet, Profit. Dus het zijn allemaal, het is niet iets compleet nieuws. Wat volgens mij een interessant aspect is, is we zijn in de afgelopen jaren gewend geraakt om beleid op te delen in hele duidelijke domeinen. Dus je hebt de afdeling mobiliteit en je hebt de afdeling ruimte, maar je hebt zelfs de afdeling economie en de afdeling... die scheiding daartussen, verzuiling noemden we het vroeger, maar die schotten die daartussen staan, op het moment dat je brede welvaart echt serieus gaat nemen, dan zul je daar vaker overheen moeten kijken of overheen moeten stappen. En dat is wel een verandering ten opzichte van hoe het beleid in de afgelopen jaren is geweest. In mobiliteit was het, je gaat erover of je gaat er niet over. Dat was een heel sterk adagium. Ja, dat past natuurlijk eigenlijk helemaal niet bij het denken over brede welvaart. Dan zul je gewoon samen moeten werken met de collega's die ook over de andere domeinen zijn die je raakt met jouw beleidsterrein. Dankjewel. Ben ik inmiddels te horen? Ja, ik zie dat je bent in beeld en luid en duidelijk hoorbaar, Joks. Oké, excuus voor de hiccup. Nee, dat kan gebeuren. Dat is de online wereld. Ik zei al, de virtuele zaal heeft het overgenomen. Dus die hebben de vragen gesteld. Dus, heel mooi, heel mooi. Er zijn er toch al wat vragen. Wat moeilijker binnenkomt, kan de ander deze ruimte pakken. Het is net de echte wereld. Maar fijn dat jullie zo actief deelnemen, allemaal thuis. Echt super. Joks, aan jou het woord. Ik had je al aangekondigd. En zou je wat reflecties willen geven op de beide verhalen van Annette en Danielle? Ja, dankjewel. Dat doe ik graag, Femke. Inderdaad gevraagd om even kort te reflecteren op beide studies. Vanuit mijn betrokkenheid bij brede welvaart in de regio. En ik hoop dat die reactie of reflectie ook op maat is voor de discussie die gelukkig al gaande is. Dus wat mij betreft bieden deze twee PBL-studies... echt wel helpen ze eigenlijk om de slag van ambitie naar actie te maken. Brede welvaart is een belofte, maar hoe maken we van die belofte ook, laten we hem doorwerken eigenlijk in beleid. Dat is eigenlijk het moment waarop we staan. Zeker als ik kijk naar wat er op de lokale en regionale werkvloer gebeurt. Ik zeg wel eens, we staan nu een beetje op het soort kantelpunt om...
ja, de slag te maken van indicatoren, hè, van meten en weten naar generatoren. Naar, ja, hoe kun je eigenlijk op zoek naar motortjes die de brede welvaart van regio's, gemeenten, eigenlijk versterken. En ik zie ook op die werkvloer dat er... dat het concept van brede welvaart breed omarmd wordt, maar dat men nog wel met vragen zit over, ja, inderdaad, hoe maken we het dan, hoe passen we dat ook toe eigenlijk in onze dagelijkse, wat soms wat modderige praktijk. En ik denk dat de twee studies ook heel mooi aangeven dat brede welvaart niet alleen een bril is, een meerdimensionale bril, eigenlijk een 3D-beeld, hè, als je die triple P-benadering van People, Planet, Profit gebruikt, om naar de werkelijkheid te kijken. Het levert letterlijk een rijker beeld op. Hè. Laten beide studies en Danielle en Annette zien. Eigenlijk een ruimer palet aan handelingsopties. Maar dat niet alleen. Het is ook een soort kompas voor keuze. Maar willen we van dat kompas een werkend kompas maken, ja, dan zullen we... En dat laten bij de studies natuurlijk ook mooi zien. Dan raakt dat wel aan aspecten van selectiviteit en normativiteit. Hè. Selectiviteit in de zin van keuzes maken. En dat is altijd ingewikkeld. En normativiteit omdat het over uitruil, soms afruil van waarde gaat. Hè. Dus dat is, vraagt en vereist eigenlijk een politiek-maatschappelijke discussie. En ik denk in mijn optiek, als ik een beetje kijk naar hoe er in de regio aan brede welvaart wordt gewerkt, dan zie je dat we die stap moeten gaan zetten. En dat betekent ook dat we eigenlijk voorbij de incidentele benchmark moeten. En dat betekent dat we ook voorbij een wat al te instrumentele of expertgedreven benadering van het brede welvaartconcept moeten. En in mijn optiek betekent dat dus dat je, dat je brede welvaart benut eigenlijk als concept om een bredere betrokkenheid ook van stakeholders in de regio te organiseren. Want wat je nu ziet is dat we natuurlijk fantastische monitors worden ontwikkeld. Maar dat die slag naar... toepassing nog wat lastig is. En die toepassing die wordt geholpen op het moment dat je eigenlijk in dat proces van monitoring ook al diverse stakeholders in de regio betrekt eigenlijk bij wat je meet en hoe je ook waarde, zullen we zeggen, weegt ten opzichte van elkaar. Dus in potentie is brede welvaart natuurlijk een heel interessant instrument voor een meer decentrale en democratische planning. Het opent wat mij betreft ook nieuwe wegen voor een bredere maatschappelijke afweging. Hè. Dat laten zowel Danielle als Annette heel mooi zien. En zelfs als een vehikel voor regionale coalitievorming. En het maakt dat, Danielle liet het ook mooi zien, hè, dat heel veel kennis en informatie die beleidsmatig in sectorale silo's zit opgesloten, dat het team met elkaar gaat praten. Maar dat betekent wel dat we... dat je ook niet alleen beleidsmakers, maar ook burgers en andere partijen eigenlijk bij dat proces moet betrekken. En ik heb daar drie statements over, die we misschien als aanleiding ook voor de discussie kunnen dienen. En dat is enerzijds, maak het holisme hanteerbaar. Wat mij betreft, er werden straks ook wel wat vragen over gesteld, hè. Moeten we, als je niet oppast, is brede welvaart gaat over alles. Hè? En op een gegeven moment dus ook over niks meer. Dus je zult dat holisme, wat natuurlijk een prachtig instrument is, hè, want daar zijn we allemaal naar op zoek, we willen allemaal een meer integrale blik op economische en maatschappelijke ontwikkeling. Maar je zult het wel praktisch hanteerbaar moeten maken voor die werkvloer. Dus dat betekent op zoek naar werkbare principes. Dus ik heb het gevoel dat we, als we kijken naar de brede toepassing van het brede welvaartsconcept, en volgens mij Danielle en Annette hebben daar wat suggesties voor gedaan, is dat we misschien moeten proberen om er iets meer hiërarchie in te brengen. Bijvoorbeeld als het gaat over
nou ja, natuurlijke grenzen. We zakken ook in Nederland soms letterlijk door ons fysieke fundament. En je ziet in de huidige monitor dat bijvoorbeeld ook die wordt opgezet door het CBS, dat heel veel dimensies van brede welvaart met elkaar samenhangen, maar dat er weinig hiërarchie tussen zit. Volgens mij zou dat helpen, eigenlijk als we die hiërarchie gaan introduceren, om het voor partijen in de regio ook makkelijker toepasbaar te maken. En dat geldt ook voor de dynamiek van het afruilen, hè? Waarbij de presentaties ook over gingen. Het helpt denk ik als we ook met elkaar afspreken dat afruilen bijvoorbeeld wel binnen bepaalde domeinen kan, maar niet tussen alle domeinen. Dat helpt denk ik partijen in de regio om stappen te kunnen zetten. Tweede stelling die ik zou willen betrekken is, en volgens mij hebben beide sprekers daar ook al iets over gezegd, ga voorbij het gemiddelde. Dus we zullen echt moeten differentiëren naar specifieke groepen en gebieden in de regio. Nou, de huidige monitoringsinstrumenten bieden daar ook al de ruimte voor, alleen zie je dat die vertaalslag eigenlijk nog niet of onvoldoende wordt gemaakt. Terwijl, ja, wat net ook al werd gezegd, hè, welzijn en welbevinden is voor iedere burger natuurlijk weer anders. En de huidige monitoringssystematiek leidt eigenlijk tot gemiddelde. Maar ja, de gemiddelde burger bestaat niet. Dus een specifieke uitsplitsing naar groepen en gebieden is echt noodzakelijk. Want het kan overal in de regio goed gaan, maar lang niet overal. Dus het is cruciaal om specifiek zicht te krijgen op groepen en gebieden. En tot slot, de laatste stelling is, doe het in een interactieve dialoog. Dus inderdaad, betrek stakeholders bij de waardering en weging van eisen en ambities. Hè? Dus zoals gezegd, brede welvaart impliceert een normatieve afweging tussen uiteenlopende belangen, maar ook waarden. En daarvoor dient het monitoringsinstrumentarium ook ruimte te creëren. Hè? Door het interactief maken daarvan, door mensen te betrekken bij, wat vinden we dan eigenlijk van waarde? En welke streefwaarden hanteren we dan als we het hebben over een aantal dimensies van brede welvaart, of het nou gaat over gezondheid of over baanzekerheid of over de kwaliteit van de directe leefomgeving. Wat vinden we dan onder- en bovengrenzen, streefwaarden of grenzen waar we niet onder willen raken? En die zul je toch met elkaar moeten vaststellen. En daar biedt het huidige instrumentarium biedt daar wel soort informatie voor aan. Maar dat argumentatieve, hè, dus dat proces daaromheen organiseren, die betrokkenheid organiseren, volgens mij is dat voor de komende jaren echt cruciaal. En ik denk dat bij de studies daar volgens mij hele interessante inzichten voor aanleveren. Dus ik zou vooral de regio willen uitdagen om daar dan vervolgens ook echt mee aan de slag te gaan. Dankjewel, Jox, voor deze drie suggesties om het toepasbaarder te maken. En ik wilde eerst nog heel even het woord geven aan Danielle en aan Annette. En met de vraag, welke van deze drie suggesties spreken jullie het meest aan en waarom? Wie kan ik eerst? Annette of Danielle? Ik wil wel eerst. Ik ben geneigd om iets anders te draaien, als je het goed vindt. Zeker. Ik wil eigenlijk wel nog even benadrukken, naar aanleiding ook van wat Jox zegt, dat waar ik mijn presentatie mee startte was, dat brede welvaart breed beschouwen is gevolgd door het maken van keuzes. Wat je merkt ook, en wat we ook zien in de beleidspraktijk, is dat de neiging bestaat om te denken, vooral altijd te denken dat het voordeel van brede welvaart ook een integrale aanpak en vaak ook een aanpak samen met allerlei andere partijen vergt. Dus dat per definitie zo is. En eigenlijk wil ik aangeven dat wij dat niet denken. Dus dat het wel degelijk zo kan zijn dat uit die brede beschouwing die je uitvoert en de integrale afweging die je maakt, ook het kan blijken dat je eigenlijk kan volstaan met een sectorale aanpak in het meest extreme geval, alleen door de overheid. Omdat dat dus echt afhangt van waar je een opgave ziet in je regio. Dus dat hangt echt af van hoe je die gewenste en die huidige situatie tegen elkaar weegt. En dat maakt misschien ook de vragen, de terechte vragen hoor, uiteraard over de uitvoerbaarheid. Maar iets behapbaar, hè? Dus de neiging die we hebben dat dit dan ook betekent dat alles in samenhang moet met alle betrokken partijen tegelijkertijd.
daar wil ik wel even bij aangeven dat ik niet denk dat dat zo is. En dat het goed is om eerst dus scherp te krijgen wat is de opgave. En vanuit die opgave dan vervolgens te kijken van wie is er dan betrokkenheid nodig. En ook helder te maken wie is waarvoor verantwoordelijk. Want het is ook niet zo, en ook de neiging is dat het allemaal gezamenlijk moet. Maar zonder helderheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke taak heeft, wordt het ook heel erg moeilijk uitvoerbaar. Dus ik wil dat nog wel even benadrukken, die neiging eigenlijk te sterk, dat we die terugzien in de praktijk. En dat die het juist ook weer heel moeilijk maken, de uitvoerbaarheid eigenlijk heel erg moeilijk. Ja, oké, dat sluit volgens mij mooi aan ook wel bij de oproep om hiërarchie en te differentiëren, toch? Dat de oproepen van net van Joks. Maar Danielle, heb jij hier nog een aanvulling op? Welke spreekt jou het meeste aan en waarom van de aanvullingen? Nou, dus, twee dingen zijn heel interessant. Hè? Maak het hanteerbaar. Hè? Er is een hiërarchie in die verschillende dimensies. Die hiërarchie kan natuurlijk niet door de wetenschap aangebracht worden. Die zal door de politiek aangebracht moeten worden. Dus dat is wel een belangrijke factor. Ik denk wel degelijk dat daar een hiërarchie in zit. Er is nu ook een hiërarchie. En de vraag is, willen we diezelfde hiërarchie blijven hanteren? Of gaan we naar een andere hiërarchie? En wat ik heel belangrijk vind is ga voorbij dat gemiddelde. Een gemiddelde levensverwachting, een gemiddelde bereikbaarheid, een gemiddeld reistijdverlies. Het zegt allemaal niks. Uiteindelijk gaat het om bereikbaarheid voor wie of onbereikbaarheid voor wie. Gezondheid van wie, veiligheid van wie. En welke groepen betalen de prijs en welke groepen hebben de baten en de voordelen. Ik denk dat dat wel hele belangrijke factoren zijn in dit debat. Dankjewel. En dan gaan we nu naar de zaal. Daar komen een paar vragen. Ik wou ze even aan jullie voorleggen. Een vraag van Marco van Burgstede is hoe klein kun je het maken met brede welvaart? Bijvoorbeeld lokaal afsluiten van gevaarlijke spoorovergangen. Misschien voor Joks, kan jij als eerste daarop... Het is natuurlijk ook een manier om het hanteerbaar op toe te passen. Ja, ik zeg altijd hoe concreter, hoe beter. Dus ik denk dat je het heel klein kunt maken. Tuurlijk, hè, we voelen allemaal aan dat brede welvaart gaat over wat we zelf van waarde vinden. Hè, wij als mensen. En het heeft te maken met kwaliteit van leven en de leefomgeving. Dus het voorbeeld wat wordt aangedragen speelt zich af in de nabije leefomgeving. Maar ik denk wel dat je, hoe klein je het ook maakt, je zult het wel in een wat een breder perspectief moeten plaatsen. Dus het moet wel een oplossing bieden voor een aantal vraagstukken waar men in de regio mee worstelt. En dan zou inderdaad zoiets als de afsluiting van spoorwegovergangen zou dan kunnen helpen. Maar ik vind het krachtige eigenlijk van het brede welvaartsconcept is dat het op regionaal niveau partijen eigenlijk dwingt om inderdaad toekomstgericht te kijken naar waar willen we eigenlijk naartoe. En wat vinden we regionaal ook van waarde. En daar passen denk ik uiteindelijk ook allerlei lokale projecten bij. Die bijvoorbeeld een bijdrage kunnen leveren aan het opheffen van achterstanden van bepaalde groepen. Of het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving door bijvoorbeeld stikstofreductie. Maar je zult dat wel regionaal met elkaar moeten bepalen. Dat is denk ik de kunst. Ja, en dan is er nog een vraag voor jou, Joks. Hoe kan het perspectief van brede welvaart toegepast worden in ruimtelijke ordening? En wat zou dan de meerwaarde zijn ten opzichte van andere kaders zoals Vitruvius? Ja, ik zeg wel eens, de brede welvaart is nieuwe taal voor een al wat ouder verhaal over duurzame ontwikkeling. En als je het over duurzame ontwikkeling hebt, dan is Vitruvius ook niet ver weg. Dus ik denk, in zekere zin zijn het allemaal familiaire concepten van elkaar. Alleen het interessante vind ik dat brede welvaart nu breed wordt omarmd. Dus dat het veel weerklank krijgt in de samenleving. Omdat het zich richt ook op wat mensen van belangrijk vinden. Hè? Annette had het over welzijn en well-being. En volgens mij is dat, het stelt als het ware de mens weer centraal in
vaak wat abstracte processen van ruimtelijke ordening. En ik denk dat het daarin, denk ik, een bijdrage levert. En op dit moment volgens mij heel aantrekkelijk is om daar ook in de ruimtelijke ordening naar te kijken. En straks werd er al een opmerking gemaakt over de verhouding tussen rijk en regio. Ik denk dat het brede welvaartsconcept interessant is, zowel voor het Rijk om een wat rijker beeld te krijgen van de kwaliteiten van regio's. En met name ook van regio's die lange tijd niet konden meedoen in het dominante ruimtelijke economische verhaal, hè, wat zich vooral richtte op versterken van agglomeratiekracht en concurrentiekracht. Dus het laat zien dat juist die regio's die daar niet aan mee kunnen doen, andersoortige kwaliteiten hebben. En binnen regio's kan het enorm helpen om ook knelpunten en kansen in beeld te brengen. Met inderdaad die mens, de human factor zou ik zeggen, voorop. Ja, en daarover de mens is ook nog een vraag binnengekomen. En dat ging eigenlijk meer eerder, we zeiden Danielle en Annette al van je kunt het goed gebruiken om keuzes te expliciteren. En die keuzes liggen wel bij de politiek. Jij riep op dat het goed zou zijn om het in dialoog en de stakeholders daarbij te betrekken. En daar gaat deze vraag over. Met het betrekken van burgers loop je dan niet het risico dat vooral de rijke, mondige burger en bedrijven hun zegje doen en groepen worden vergeten? Dat is een vraag van Veronique de Wit. Ja, goede vraag. Dat is denk ik wel iets waar je echt voor moet opletten. Dus aan de ene kant wil je het, mijn stelling is, je moet dit gaan verbreden. Je moet het niet alleen maar iets van experts laten zijn. Want anders, hoe goed en sophisticated de monitoringsmodellen ook zijn, dan gaan we toch een situatie krijgen waarin op een gegeven moment brede welvaart ook een soort etiket wordt, hè, een benchmark etiket en zo van, we hebben eraan voldaan en weer door. Dus je zult daar regionale stakeholders bij moeten betrekken, maar je moet dat wel doen op een manier die inderdaad dat iedereen, of dat alle belangen als het ware voor zover mogelijk aan tafel zitten en gehoord worden. Dus dat betekent ook daar iets voor selectie eigenlijk van mensen die je uitnodigt aan de tafel. Voor een deel zullen dat de geïnstitutionaliseerde belangen zijn, maar voor een deel zul je ook echt de mensen vanuit verschillende perspectieven en vanuit verschillende achtergronden aan tafel moeten hebben. En, maar mijn ervaring is, als je dat doet, en wij hebben in de regio waar ik werk, Brabant, toch al zo'n 20 jaar ervaring ook met de omgang met duurzaamheidsdenken en hoe je daar grote groepen in de samenleving bij betrekt. Op het moment dat je dat goed doet, dan ontstaat er een heel interessant gesprek over wat mensen van waarde vinden. En dan beklijft eigenlijk de uitkomst van, in dit geval zo'n brede welvaartsconcept, beklijft ook meer. Dus dat is denk ik, hoe breder de betrokkenheid, hoe groter de continuïteit en de doorwerking ook in het beleidsproces. Ik ben ook wel benieuwd hoe Danielle en Annette hier tegenaan kijken, hoe je dat kan doen in onderzoek. Het blijft stil. Wie van jullie moet ik gaan aanwijzen? Of moet ik doorgaan? Ik moest even nadenken. Oh, oké. Okay. Overbestandig, hè? Ja, dat... Kijk, er zijn natuurlijk verschillende manieren waarop je, verschillende groepen mee kan nemen in beleid, hè? Je kan dat doen door ze expliciet te laten participeren in het beleidsproces. Je kan dat ook doen door bepaalde actoren in het beleidsproces de rol te geven om een bepaalde groep te vertegenwoordigen. En zeker voor groepen die zelf niet zo snel participeren in een beleidsproces, kan dat volgens mij een heel goed alternatief zijn. Zo zie je bijvoorbeeld ook dat er wel plekken zijn waar ze bijvoorbeeld expliciet de toekomstige generaties aan tafel zetten. Door mensen die aan de tafel zitten en die meedenken in het beleidsproces, expliciet de rol te geven van jij bent nu de vertegenwoordiger van de toekomstige generaties. Dus ik denk dat in die zin dat er wel verschillende manieren zijn om dat te doen. Het blijft natuurlijk altijd complex en er zit altijd een risico in dat daar bias in zit. Dat zit er op dit moment natuurlijk ook. Ja, op het moment, als je de manier waarop op dit moment met beleid gemaakt wordt, zit natuurlijk
ook een bias in. We hebben natuurlijk een aantal voorbeelden al gegeven rondom dat utilitarisme. Op het moment dat je gaat meten met betalingsbereidheid, heb je ook een bias ten aanzien van mensen die gewoon meer betalingsruimte hebben. Dus er zit altijd conflict in. Het is heel goed om je daar bewust van te zijn, maar de ultieme oplossing heb ik ook niet. En dan misschien... Oh ja, Annette? Ja, ik wilde daar even op aanvullen. Ik denk ook dat we een beetje moeten zoeken naar... Ik denk ook als partijen niet aan tafel zitten en niet letterlijk een vertegenwoordiger van de toekomstige generaties, dat dat niet betekent dat je dit niet kan meewegen in je keuzes in je beleid. En dat lijkt nu zo. Het is een kwestie vooral natuurlijk van doordenken hoe er effecten zijn voor een toekomstig welzijn van bepaalde keuzes in beleid, een bepaalde focus. Nou ja, zoals ik eigenlijk met een simpel voorbeeld, het is natuurlijk een versimpeld voorbeeld, maar van het aantrekken van die datacentra liet zien. En ik ben zelf ook altijd een beetje aan het worstelen. Er wordt natuurlijk heel vaak gezegd van als het om brede welzijn gaat, wij, Daniel en ik benadrukken ook, het gaat, de mens staat centraal, het gaat in feite over het welzijn van de inwoner. Maar een tweede is of je het betrekken van de inwoner bij je beleid de enige manier is. Dat het, waarom doe je dat? Waarom laat je die partijen eigenlijk, betrek je ze bij je beleid? En dat kan op heel verschillende manieren zijn. Dat kan, zoals Joks eigenlijk schetst, omdat zij bepaalde belangen kunnen vertegenwoordigen. Waarbij het ingewikkelde wel is inderdaad dat je moet zorgen dat dan wel je voor beide gemiddelde inwoner of alleen inderdaad de personen die altijd al bij die inspraakavonden aanwezig zijn aanschuiven. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om juist het gesprek aan te gaan met de inwoners, om zicht te krijgen op... En uiteindelijk gaat beleid natuurlijk over het maatschappelijk belang, niet over het individuele belang. Dat kan niet. Elke burger heeft een ander belang. Maar voor gesprekken met met de bevolking het belang kunnen zijn, is wel te begrijpen waar een bepaalde opgave vandaan komt. Wat is de oorzaak dat daar een bepaalde achterstand is? En wat zou een mogelijke aanpak kunnen zijn die werkt? Daarvoor moet je toch vaak wel wat diep in om dat te kunnen halen. Het is een heel andere reden om dus mensen te gaan betrekken, om inwoners te betrekken bij het beleid, dan om vanwege de belangenafweging die eigenlijk plaatsvindt, die denk ik op verschillende manieren kan worden vormgegeven. Oh, daar gaat iets mis. Kan iemand de geluid alstublieft uitzetten? Dat zou heel prettig zijn. Ik had nog een slotvraag voor Joks. En dan gaan we snel door naar het slotwoord van Hans. De vraag is, welk advies zou je op basis van deze inzichten aan de beleidsmakers mee willen geven die bezig zijn met de uitwerking van het coalitieakkoord? Oh jeetje, wat een leuke vraag ook. En dan het liefst ook nog kort antwoorden. En dan het liefst ook nog kort antwoorden. Wat volgens mij heel goed is, is als je dat het brede welvaartsdenken inderdaad voorbij de benchmark. Dat betekent dat je er gedurende de hele bestuursperiode de komende 4 jaar ook weer mee bezig moet zijn. Dus dat betekent verankering ook in alle fasen van de beleidscyclus. En ik denk dat dat een oproep zou kunnen zijn voor de aankomende voor de beleidsmakers en voor de aankomende bestuurders. Om dat goed te verankeren in het bestuursakkoord in alle fasen van de cyclus. Nou, een heel mooi en ook nog kort antwoord. Dank, Joks. Ik wil doorgaan naar Hans Momma's, want die zou nog een slotwoord geven. Hans, kan jij nog een slotreflectie aan ons meegeven? Oh, en dat in een paar minuten tijd. Dat gaat natuurlijk helemaal niet lukken. Want dit is een rijke discussie geweest, die volgens mij een hele mooie illustratie is van de zoektocht die we met z'n allen doormaken. En ik vond dat Joks hem heel mooi samenvat. Hè? Hoe maken we dat holisme hanteerbaar? Dus enerzijds is er een enorme hang naar een bredere manier van kijken. Hè? Om ook andere aspecten bij ontwikkelingsdynamiek te betrekken. Niet alleen kijken naar economische groei, maar ook kijken naar sociale aspecten. Ook kijken naar de leefomgeving. Wat we vroeger externe effecten noemden. Hè? Dat heette externe effecten. Om dat veel meer even intern te maken. Om dat onderdeel te maken ook voor de beleidsoverweging. Dus die neiging is er overal. Die zie je heel breed. En ook heel noodzakelijk. Ook als je kijkt naar de energietransitieagenda. Aardgasvrije wijken. Je ziet dat daar niet alleen maar gaat over techniek en economie.
Het gaat ook over hoe mensen met hun huis omgaan, waar ze zich prettig bij voelen, ja of nee, complexiteit van problemen, noem het maar op. Dus ze zijn alle wegen op zoek naar een meer integrale benadering van vraagstukken, juist vanwege de omvang van die vraagstukken. En wat je hier ziet is dat we aan het proberen zijn met z'n allen om dat hanteerbaar te maken. Dus operationeel te maken. En volgens mij zijn we daar ook als planbureaus nog wel een tijdje mee bezig. Omdat het niet eenvoudig is. Was het maar eenvoudig, dan hadden we het al lang uitgevonden. En dan hadden we het instrument ook al lang toegepast. En wat ik mooi vind is dat dus veel partijen daarmee bezig zijn. CBS is daarmee bezig, hè, vanuit die 6 systematieken. Die Europese indicatoren systematiek. Dat geeft een soort van kader aan waarmee je ook langjarig kunt kijken wat de ontwikkelingen zijn. Dat kan ook agenderen, hè? Die langjarige beschrijving van de situatie, ecologisch, sociaal, economisch, is op zichzelf ook een hele mooie agenderend instrument. Maar daarnaast heb je nodig dat je inderdaad ook wat instrumenteel gaat maken. Dat je plannen gaat ontwikkelen, dat je beleid gaat ontwikkelen, dat je gaat evalueren wat werkt en wat niet werkt. En daarvoor heb je weer andere instrumenten nodig die veel specifieker zijn. En die ook als het ware veel meer in de processen duiken om te kijken wat nou precies de causale verbanden zijn, wat werkt en wat niet. En dan moet je dan weer betrekken in de besluitvorming. Maar hoe je dat allemaal hanteerbaar maakt, zonder te verdrinken in de complexiteit. Ik zag in de chat dat Nijpels zich zorgen maken over die complexiteit en over dat een enorme vertraging zou opleveren. Dat kan, als je het niet goed doet. Maar als we met z'n allen een systematiek zouden kunnen bedenken, waardoor je zeg maar veel meer aan de voorkant al dit soort afwegingen in beeld kunt brengen. En daarmee ook de stakeholders in positie kunt brengen die daarover gaan. Zodat het gesprek aan de voorkant kan plaatsvinden. Ja, misschien ben je dan in de uitvoering straks een stuk sneller. In plaats van dat je in die uitvoering er plotseling achter komt dat je belangen vergeten bent. En dat mensen vanuit die belangen zich gaan verzetten tegen wat je daarvan plan bent. Dus dit is een leerproces, een massaal leerproces. En ik hoop dat dit echt het begin is van een hele mooie reeks van webinars en of seminars, waarin we wat met elkaar leren, zowel nationaal als decentraal regionaal, bij elkaar kunnen blijven leggen. En dat we daar ook een groei in gaan zien. Zodat we met z'n allen dat brede welvaartsperspectief inderdaad hanteerbaar kunnen gaan maken. Niet alleen van de beleidsbepaling, maar ook voor een verbreding van de participatie in het maken van beleid. Terug naar jou, Femke. Ja, dankjewel Hans voor deze slotwoorden. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van dit seminar. En ik wil eigenlijk u thuis bedanken voor uw belangstelling en ook uw bijdrage aan deze discussie. En bijzonder bedankt uiteraard aan de sprekers van vandaag. Aan Hans, Danielle, Annette, Jox en achter de schermen Laura, Jeroen en Emiel. Als mede aan onze partners, het Sociaal Cultureel Planbureau en het Centraal Planbureau. En voor meer informatie over de rapporten die vandaag de revue zijn gepasseerd, wil ik u verwijzen naar onze website www.pbl.nl. Maar ook de websites van onze collega planbureaus wil ik graag onder de aandacht brengen, want die hebben ook hele relevante publicaties op dit terrein. En mede namens hen wens ik jullie fijne en gezonde feestdagen. En hopen we jullie volgend jaar terug te zien bij de volgende aflevering in deze serie van seminars over brede welvaart in beleid. Tot dan!